Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, Forsees Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer. Wie staat er eerder op de co-single, Jan Dirk? Sparta of Feyenoord? Ja, Feyenoord. Misschien wordt Sparta wel eerder kampioen, maar die aanhang wil het nooit op die plek vieren, denk ik. Dit is FC Rijnmond. Hartelijk welkom, fijn dat je bent. Dat geldt ook voor vriend en collega Jan Dirk Stouten. Reacties na afgelopen vrijdag, FC Rijnmond. Jan Dirk Stouten, zeer goed voorbereid op Rijnmond.nl. Ja, het ging over het hoofdsponsorschap in de Kuip. Ik heb veel mensen gesproken, veel mensen daarover gebeld en we weten hoe het zit. Opel Nederland wil door, Opel Europa wilde stoppen en we gaan dit proces lekker volgen. En presentatie van Etienne 9+ stond in datzelfde bericht. Dat vind ik zwakjes uitgedrukt. Rob Jacobs is er ook. Goedenavond. Wouter Gudde is er. En het heeft natuurlijk alles te maken met die wedstrijd van gisteravond. Excelsior Feyenoord 2-4. Een rare wedstrijd, Rob. Ja, een rare scoreverloop. Ja. Feyenoord komt heel makkelijk aan een goal. Dirkie Kuyt. Die dan weer in die rebound op de goede plek staat. Dat doet hij altijd. En dan, die maakt dan die goal. En dan moet eigenlijk Excelsior 2 keer scoren. Dan gaat van onze spits gaat een bal keihard tegen de paal. Had beter lot verdiend. En dan nog even een bal die van de doellijn afgaat. Wordt afgehaald. Excelsior had voor kunnen komen. En dat geeft ook wel het beeld van de wedstrijd. Dat Excelsior echt in de wedstrijd ook was. Niet onderdeden voor Feyenoord. Maar Feyenoord is dan slagvaardig en komen wel makkelijk aan de goals. Ik heb ook nog 3 geheide pingels gezien, Wouter. Ja, en die worden dan alle 3 niet gegeven. Ik kan me in ieder geval die van Fischer wel herinneren. Dat was volgens mij met de en die hensbal van Kuipers. En die andere hensbal van Beek was dat volgens mij. Ja, die van Kuipers die was het meest duidelijk. Maar Fischer dacht ik ook dat een strafschop was. Ja, natuurlijk. Toen ik in het stadion zat al. De hensbal heb ik gemist. Jij had nog een aardig statistiekje net over die spuitbus. Ja, ik sprak vanuit Danny Makkely, die scheidsrechter uit Dordt. Ik weet het exacte percentage niet, ik ga het uit mijn hoofd doen. Maar sinds die spuitbus is geïntroduceerd en die muur echt op die vereiste afstand staat, gaat bijna 18,5% van de vrije trappen gaat er meer in. Dus dat is echt goed voor de amusementswaarde van die sport. Alleen niet die van Vujinovic, hè? Nee, maar die, wat ik nog zorgwekkender vind, die leidt wel erg veel balverlies net buiten het eigen 16 meter. Dat zorgt ook gisteravond weer voor een aantal erg gevaarlijke situaties. Op Facebook hadden wij vragen aan jou, Rob, van Peter Paul en Marvin Blij. Wie zou Feyenoord moeten halen in de winterstop? Nou, ik zou gewoon met deze groep verder gaan. Ik bedoel, de mensen op de bank die invallen, die zijn er dan ook. Bilal valt steeds goed in. Hè, daar heb ik wel mijn twijfels over, maar... Ja, waarvoor moet Feyenoord nog mensen halen? Leroy Fair zou bijvoorbeeld een buitenkantje kunnen zijn als Vilena vertrekt. Nou ja, goed. Het moet dan toch eerst 1 vertrekken en dan 1 komen. dan kan Verden natuurlijk best een welkome aanvulling zijn. Maar dat moet eerst verkocht worden, heb ik het idee. Komt er bij jullie nog wat bij, Wouter? Nou, dat zou kunnen, maar het is ook niet echt nu concreet nodig. Excelsior Feyenoord, dan de analyses na afloop? Eigenlijk twee identieke helften, waarbij je eigenlijk in de laatste fase van elke helft minder bent. Je verliest uiteindelijk met 4-2. Dat is geen schande. Maar ik denk toch dat wij behoorlijk wat kansen ook hebben gehad. Ik denk ook namens heel de ploeg dat ik dat kan zeggen dat je sowieso baalt van die tweede goal die je tegenkrijgt. Dat totaal onnodig is. Want je staat met 1-4 vooruit bij Excelsior en er is niks aan de hand. En 1 slaapmomentje en hij vliegt erin bij de andere kant of bij onze kant. Dat is balen, maar dat moet niet te lang in je kop zitten. Je wint 2-4 uit bij Excelsior en een prima resultaat en 3 punten mee naar de Kuip. Ik denk dat wij tegen Feyenoord genoeg kansen hebben gecreëerd. En wat in mijn ogen echt een titelkandidaat is, en tegen een titelkandidaat hebben wij gewoon bij Vlaag gewoon heel aardig gespeeld. Het belangrijkste is de overwinning. Je hebt 3 punten, een belangrijke overwinning ook in deze fase van de competitie. Maar wat je zegt, we hebben eigenlijk in beide helften fases gehad dat we de wedstrijd konden beslissen, eigenlijk moeten beslissen. En bij de 0-2 breng je Excelsior weer terug in de wedstrijd met het doelpunt. Waarbij je eigenlijk de 0-3 moet maken. En dan in de tweede helft is hetzelfde. Dat je na de 1-4 dat je eigenlijk de 2-4 weggeeft. En dat zijn wel momenten dat je dan als team moet
blijven volhouden in de taken die je hebt. En dan zie je dat het allemaal iets minder wordt. Dat we dan misschien eventjes gas terug kunnen nemen. Ja, en dan krijg je doelpunten tegen. En dat is iets waar we nog stappen in moeten maken. Ik vind dat Van Bronckhorst uitstekend werk levert bij Feyenoord. Het is gewoon echt een goed team. Er zit heel veel beweging in. Er zit voetbal in. Er zit vertrouwen in. Dus ja, dan kom je met Excelsior en dan probeer je er alles aan te doen. Dus ik kan ook niemand iets verwijten. En ik heb ook gezegd, ik wil geen teleurgestelde gezichten. Ik wil mensen zien met een kop omhoog. En die zich weer richten op de volgende, dat is Twente. Want wij hoeven ons absoluut niet te schamen. Alleen verliezen is altijd pijnlijk. En je wil nooit verliezen. Maar ja, je hebt vanavond wel verloren van een kwalitatief betere ploeg. Stoere jongens, ferme knapen, zingen ze niet voor niets hier op Woudestein, hè? Ja, en ik vind dat de jongens dat ook wel verdiend hebben. Want we hebben 0 punten vanavond. Maar ik ga toch met een goed gevoel richting de laatste 3 wedstrijden. Stoere jongens, ferme knapen, jongen? Ja, ik zei het ferme jongens, stoere knapen. Maar dit is wel hoe een trainer moet reageren. Dat doet hij echt heel goed, want hij heeft ook echt gelijk. Ik heb bij Vlagen echt genoten van Excelsior. Als je Kuwas ziet spelen... Wat een techniek, wat een baltempo. Ik vond hem echt groots gisteravond. Waar komt dat ineens vandaan? Want in het begin van het seizoen speelde hij lang niet altijd mee. Nee, toen hebben we denk ik ook wat anders gespeeld. Hè. Toen stond hij wat meer aan de rechterkant, ook wat vast. En sinds hij eigenlijk achter de 2 spitsen is gaan spelen, heeft hij wat meer vrijheid om te doen. En hij rendeert daar wel aardig bij. Ja. Is dat een beetje in de rol zoals Verhaarden bij Sparta speelt? Ja. Voor hem een vrije rol, dat is op zijn lijf geschreven. Je komt dan altijd wel of van rechts of van links, dat maakt hem niet uit. En hij heeft een geweldige goede traptechniek natuurlijk. Die heb jij toch ook nog aanbevolen bij Excelsior? Die heb ik bij Sparta aanbevolen, ja. Oh, niet bij Excelsior? Nee, Excelsior niet, bij Sparta. Oh, Rob? Ja. Dan vind ik nou niks voor ja, jou. Ja, omdat ik ook vernam dat hij liever naar Sparta ging. Oké. Okay. Daar doet hij het prima, komen we straks nog op terug. Die Kuwas is dus een product van de scouting die jullie, Ferry de Haan en jij, voor een groot deel zelf doen, hè? Ja, we zijn zo wel, wat is het, denk ik 3,5 jaar, 4 jaar geleden begonnen. Toen kwamen we ook vanuit een al wat andere situatie. Nu inmiddels doen ook Brian Stolk en Ronald Graveland daar verder in mee. En ook onze technische staf. Alleen ja, wij zien nu wel heel veel spelers zelf. En ja, Brent die ook. Dat hebben we vorig jaar met meerdere mensen meerdere malen bekeken. En dan is het altijd nog maar de vraag of het rendeert. Maar hij doet het tot nu toe hartstikke goed. En zelf spelers zien, dat betekent op vrijdagavond naar Emmen. Ja. En naar Maastricht. En naar mooi, Jan Eversen vertelde, dat is eigenlijk gewoon de enige manier. Heb ik jarenlang gedaan. Ja, er zijn inmiddels bij, als je naar de topclubs gaat kijken, dan hebben ze ook geloof ik video scouts die de hele dag voor een televisie zitten en allerlei wedstrijden terugkijken. Maar uiteindelijk, voor een club als Excelsior is dit denk ik wel de manier waarop we moeten werken. Ja, maar dit is, ja, hij doet zichzelf tekort en Ferry de Haan door dit te zeggen. Want dat pleit voor de man, hè. Nuchter, met beide benen op de grond. Maar ik heb het ook vrijdag gezegd, er gebeuren op tal van terreinen grote, prachtige dingen op Woudestein. 2 gasten, met een voorzitter wil ik ook zeggen, Albert Jong, die ooit toch de lef had om er geld in te stoppen toen daar weinig aanleiding voor was. Ferry begon, Ferry de Haan, die kennen we nog als voetballer. Hè? Ik heb best wel eens getwijfeld, is hij de persoonlijkheid om de leiding in een organisatie te nemen? Zeg ik ook maar gewoon eerlijk bij. Maar als je met die jongen praat, wat een vakmanschap, wat een visie. Eerste jaar, 15e in de eerste divisie en nu hier staan. Ik vind het echt legendarisch knap. En gebeurt dat allemaal onder Albert de Jong of een soort naast een lintenknippende voorzitter? Hoe zit dat nou? Daar heb je 2 stromen op Woudestein. De ene sponsor zegt tegen mij, ja, de Jong knipt linten door. De andere zegt, ja, hij is de grote visionair en zette de lijn uit. Ik denk dat de waarheid echt in het midden ligt. Nogmaals, hij heeft zijn nek uitgestoken, die club het moeilijk had. En deze mannen leiden deze club. En hoe zit dat voetbal, dan? Op het voetbaltechnisch gebied heb ik natuurlijk in de periode dat ik trainercoach was bij Excelsior alleen maar gewerkt zoals hun het nu doen. Van overal gaan lopen kijken en je en mensen. Ja. Kijk de elftallen maar na die in die eredivisie speelden. En is dat dan een soort van luiheid geworden dat heel veel clubleidingen gewoon op zaakwaarnemers afgaan? En dat je iedere keer bosjes spelers van de zaakwaarnemer waar je dan een relatie mee hebt binnen ziet komen? Ja, dat weet ik niet, maar dat is in ieder geval niet de juiste manier, denk ik. Ik bedoel, je kan nog zo'n goede relatie met iemand hebben, maar het lijkt me wel handig als jij geld gaat uitgeven, want dat doe je als je een speler aantrekt, dat je ook zelf weet waar je geld aan uitgeeft. Ja, wat wel een verschil is, hè. Zij richten zich wel op de Nederlandse markt. Hè. Als je TD bij Feyenoord bent, ja, dan kun je nog wel een Nederlandse spelers vinden, maar ga je ook vaak wel internationaal te werken. Dat vind ik wel een verschil. Ja, absoluut. Ja. Want hier haak je makkelijker aan. Nou komen we weer op wat anders terecht, maar hoe zit dat nou met Albert de Jong?
Nee, wij zijn gewoon een directie. Dus je bepaalt in gezamenlijkheid met bestuur beleid. Wij voeren grotendeels uit en bestuur controleert en adviseert waar nodig. En ja, ik bedoel, jullie kennen Albert ook. Het is een hele betrokken voorzitter. En dat gaat vooralsnog gewoon in goede harmonie. En de lening die hij in de club heeft verstrekt is een achtergestelde lening. Want dat is belangrijk, hè? En gaan we eens verhalen rond, ook op Woudestein. Hij kan dat geld opeisen. Is absoluut niet het geval. Dat dus dat toont echt iets aan dat hij toch vanuit de groep. En wordt ook geen rente betaald? Nou, bij een achtergestelde lening niet toch, jongens? Of wel, Wouter? Nee, je moet op het moment dat je winst gaat maken, moet je ook weer rente gaan betalen. Hè? Dus in het eerste jaar hebben wij nog verlies gedraaid. Omdat met name het geld voor de exploitatie was. Alleen de laatste drie seizoenen hebben we winst gemaakt. Dat betekent dat je ook een stukje rente moet uitbetalen. Dat is gewoon iets wat wettelijk bepaald is. Ja. Alfons Groenendijk zei na afloop over zijn Excelsior: we zijn niet zo goed begonnen. Dat vond ik nog een understatement. Ja, nou ja. Ja, maar hij weet natuurlijk ook wel dat hij zo goed mogelijk zijn clubje moet verkopen. En zijn team draait gewoon prima. Hij weet dat het tegen Feyenoord moeilijk wordt. En dat heeft hij gezien. Maar de manier waarop, en ik vind het wat Giovanni van Bronckhorst al in de nabespreking zegt, niet helemaal kloppen. Want Excelsior heeft wel degelijk op beslissende momenten de leiding kunnen nemen. Ja, maar als je dan, zo begint. Ja. Rob, die wedstrijd begon om 7:45. En Ahoua Sarr, die is gewoon om 8:00 begonnen. Ja. Ja, dat klopt. En die eerste goal, die lag er na 2 minuten al in. En toen was die bal geloof ik 25 keer rondgegaan bij Feyenoord. Ja, wij begonnen heel slecht. Maar ik ben wel met Rob eens. Van Bronckhorst heeft het over 2 identieke helften. Dat vind ik niet. Ik denk dat Feyenoord heel goed begon. Overwicht had 20 minuten lang. Maar dat wij wel op 0-1 een kans hadden om 2 keer om 1-1 te maken. Zij maken 0-2, gelukkig maken we 1-2. En op het moment dat wij uit de kleedkamer komen na de rust. Zo, dat ging goed, hè? Hadden wij gewoon 2-2 kunnen maken. Ja. Dus dat was niet hetzelfde. Ja. En, pakte Vermeer goed ook. Ja, fantastische redding. Ja, die wind was lastig, hè? Dan zag je ook die gekke voorzet van Karsdorp die uitleek te gaan waaruit de goal nog kwam van Kramer. Ja. Die wind was echt van invloed gisteravond. Ja. Ja, hoewel als Karami nou gewoon achter die bal aangaat, dat deed Elia ook. Ja. Kramer, jongens, wat een fenomeen, hè? Ja. Och. Ja. Ja, derde goal maakt. Dat was een mooie goal. Die derde, de rest zijn gelukkies. Nee, niet. Ja, de eerste goal. Die kopbal van die voorzitter van rechts was echt grote. Hij ging met Robin de Vries. Ga nou niet tegen mij beginnen. Allebei, jongens, zitten allebei. Kom Robin, man, wat ben je aan het doen? Die Kastro, die raakt de bal verkeerd. En hij schiet hem met zijn linker. En die Kramer denkt, oh, ik krijg hem tegen elkaar. Hij ging echt bewust naar de bal toe. Nee, niet waar. Niet waar. Ik vind het echt een hoog niveau, dit. En die terugspelbal dan van Excelsior. Excelsior bal bezit in de terugspelbal. Ja, maar weet je wat ik daar... En dan staat hij er wel tussen. Maar wat ik daar zo opmerkelijk aan vond, wij zeggen altijd van hem, hij staat helemaal niet op te letten. En hij is er niet bij, legt er te weinig energie in. En toch bij die bal... Is hij dan toch alert genoeg om hem binnen te leggen? Hij stond nog op een plekje waar hij 2 minuten eerder ook nog stond. Nee, maar ik vind dat je hem echt tekort. Want de tweede goal, moet hij naar rechts kijken, naar de hoek waar de voorzet vandaan komt, naar links waar de keeper staat, vond ik echt een goal van hoog niveau, die kopbal. Die kopbal, daar heb ik het echt niet geweldig. Over. Ik heb het over die andere twee. Die bal tegen zijn kamer. Maar maak ze toch gewoon, Rob. Ja, en het zijn mooie goals. Had jij maar zelf zo'n spits? Nee, joh. Ja, maar het zijn de mooiste goals die je kan maken. Daar hoef je niks aan te doen. Je schiet op goal, die bal had gewoon af. Die had in de overmaas in het zwembad gelegd. Gewoon tegen zijn bonus aan. En zo erin. Hey, jullie stuurden hem gewoon weg, hè, Kramer? Ja, die zat in de aaien bij ons en toen is ze besloten om hem niet verder mee te gaan. Ik vind hem zo relaxed, maar toen werd hem daarna gevraagd en toen was hij toch een beetje wraakgevoelig naar Marco van Lochem, hoofdjeugdopleidingen van Excelsior. Hele goede trouwens. Nou ja, maar ik heb over Kramer nagedacht vanmiddag. Ik ben even de naam van de spits kwijt waarmee Mark Lammers Olympisch hockeykampioen werd. Was dat Minke Boy of Kim Lammers? Wie was dat nou? Met een tip in. Waarom zeg ik dat? Zo, ja. Ga ik uitleggen waarom. We gaan even met een stokje gaan. Maar die Mark Lammers heeft mij... ik ga het echt uitleggen. Want ik worstel daar zelf ook een beetje mee. Wat moet je doen als coach? Die zei we hebben ooit, tot 8:45. Hebben we 4-5 jaar getraind op de dingen die ze eigenlijk niet kon. Toen hebben we gezegd, ga nou lekker vooral doen waar je wel goed in bent. Dus misschien moet je bij Kramer wel vergeten wat hij niet kan, maar de nadruk gaan leggen op zijn goede accenten. En dan wordt hij misschien nog veel beter. Dat was vrezen het niet mee eens, hoor. Nee, vrezen dat zat er anders. Doe jij nou maar waar je zin in hebt, dan doet hij niks. Dan doet hij gewoon niks. Ja, nou goed. Weet jij nou wat Atjabar gedaan heeft? Heeft hij nou aan de vrouw van
Nee, ik vind dit onterechte speculatie, Frank. Van Bronckhorst maakt daar gewoon de sportieve keuze zoals hij de sportieve keuze maakt. Dat is een fictief voorbeeld. Ja, ja, wij laten, om elk misstand te voorkomen. Ja. We hebben een goede jurist hè, van Bente. Pas op. Nee, maar ja, Van Bronckhorst is gewoon iemand die heel duidelijke keuzes maakt. Met immers op de tribune Bottering in plaats van Van der Heijden. Die schuwt die confrontatie niet. En die vindt nu gewoon echt dat als je maar niet in die groep thuis hoort, daar kun je over discussiëren, maar dat vindt de beste man. Er is nog iets anders. Waar ik graag met jullie over wil discussiëren. Laten wij heel even kijken naar een filmpje op een moment. De bus van Feyenoord komt aan. Dan staan er jongetjes, supporters van welke club laat ik in het midden. Die staan daar op die spelers te wachten. En dan gebeurt er dit. Jij bent ook vader van kleine kinderen. Ja, hier kan je kinderen heel gelukkig mee maken. Ik weet niet of ze dat jongetje zien, maar je maakt in ieder geval geen goede beurt. Ik bedoel, een high five is, dat is niet zo'n groot probleem, lijkt me. Kuyt is vaak de enige die het wel doet. Ik vind dit wangedrag, zeg ik gewoon maar. Ik vind dit echt wangedrag. Je vertegenwoordigt je club. Zeker als je bij die club speelt, dan bedien je je achterban, dan bedien je je sponsoren. Ik vind dit complete desinteresse. Heel fout. Schandalig. Ja? Schandalig. Jij hebt ook in Feyenoord 1 gespeeld, hè? Schandalig om dat niet te doen. Kuyt doet het bijna altijd. Kuyt is de enige. Die gaat nog terug. Die roept, je bent er één vergeten, komt hij nog terug ook. Zij, waar halen ze het lef vandaan? Ja, waar halen ze het lef vandaan om door te lopen met die kleine kinderen? Die staan misschien al een uur staan ze te wachten tot die bus komt. En dan willen ze graag een handtekening van hun verdette. En die ventjes die hebben niet geslapen ervan. Ze lopen zo met die dingen op de oor. Ik had ze al lang een boete gegeven, man. En lekker naar het kankerfonds, die centen. Naar een goed doel. Weg ermee met die gekkigheid. Kinderen moet je tijd voor nemen. Ze hebben tijd genoeg om zich aan te kleden en te doen. Moet ik voor de eerlijkheid er wel bij zeggen. Er waren heel veel mensen op Facebook die daarop reageerden. In dezelfde sfeer als dat jullie nu doen. Maar ook iemand die zei, ik heb vanmorgen ook Tony Villena gezien op de training. Stromende regen, net zolang de kinderen blijven staan. Dus het gebeurt ook maar wel. Maar het gaat niet om Villena, maar het gaat om de algemene houding van een aantal. Dan ga ik even een leuk bruggetje maken. Ik kan me voorstellen dat het voor je sponsors ook veel prettiger is. Als je spelers hebt die je ambassadeur zijn voor je ploeg. En over het hoofdsponsorschap was Niels bij Feyenoord. In de zin dat Opel er op Duitse instigatie ermee stopt. Ja, we hebben vrijdag uitgebreid over gesproken en gisteren met Mark Koevermans. Opel Duitsland heeft besloten te stoppen. Dan zeggen ze in een persbericht, vanwege een soort nieuw commercieel inzicht, een nieuwe visie. Dan denk ik, onzin. Je schrijft nooit in een persbericht dat die autobranche ongeveer totaal los is. En dat je een nieuwe koers moet varen om überhaupt in leven te blijven. Dat je moet innoveren. Maar Opel Nederland gaat misschien door en Feyenoord heeft de tijd en staat er beter voor dan ze stonden. Dus ik heb er wel vertrouwen dat Koevermans dat gaat doen. Nou, Koevermans commercieel directeur bij Feyenoord. Wouter commercieel directeur bij Excelsior. Niet zo heel moeilijk, want je bent ingewerkt door Simon Kelder, hè? Simon was toen inderdaad directeur. Hebben een halve dag geduurd. Ja, die ging uitleggen wat er allemaal niet kon bij Excelsior. Dus je glijdt als het ware vanzelf tussen in. Twee kopjes koffie. Gesprek dus bedje kwam er niet terecht. Tussen twee kopjes koffie wist hij hoe het zat. Rob zegt net, ik ben op Woudestein geweest gisteravond. Heb ik naar die wedstrijd gekeken. Maar het lijkt wel of je naar een avondje NAC gaat tegenwoordig. Het is een uitje geworden. Ja, wij hebben wel geprobeerd om, en dat is heel moeilijk, om het commerciële verhaal een beetje los te koppelen van het voetbal. Mensen kunnen in Rotterdam zoveel kiezen wat ze willen. En dan is het ook wat bedoeld als je dan bij Excelsior komt. Waarin je denk ik een club treft die wat anders biedt dan de andere twee clubs in Rotterdam hebben. Met één grote ruimte waar ook bijvoorbeeld de spelers lopen en alle sponsors door elkaar. Ja. Is het ook leuk om van tevoren voor te zorgen dat je beneden traditioneel kan eten, boven een walking dinner hebt, muziek erbij. Dat je dus echt ook met je gezin of met je relaties een leuke avond hebt. Nou, gisteren was het stampenschool. Hele goede muziekkeuze. Ja? Oh. Jan is erop. Niet aan mij erop. Nee. Gewoon van alles wat, maar zulke fijne muziek dat iedereen, die kon niet stilstaan. En dadelijk nog een keertje hazes dus en dan is het ding van me. Ja, joh. Hey, weet je wat ook zo leuk is? Rob zijn focus is natuurlijk muziek, maar onze chefsport die nu zit te registreren, die zegt, ik vind het een enorme verbetering dat de kaartcontrole bij Excelsior gedaan wordt door bijzonder lekkere wijven. Laat ik dat wat netter. Er staan inderdaad nu hostessen in plaats van mensen met een
van een beveiligingsbedrijf. En ik denk dat dat ook is. Je ontvangt je zakenpubliek en dan is dat leuk als dat door een dame die heel netjes gekleed en leuk uitziet. Ontvangstbeleving heet dat tegenwoordig. Doen ze goed? Ook dat moeten ze weer goed doen, Woudestein. Meisjes in korte blauwe broekjes. Robberslamper. Ja, heerlijk. Nee, dat is lang geleden. Die liep er gisteren met ons. Heerlijk. Of zat ik op een ander? Zat ik ergens anders? Dat was daarna. Je hebt het goed gezien. Jij vond ook dat er een bubbelbad bij Excelsior was. We doen er lachen. Dit is mooi humor. Maar ook daar gebeuren gewoon echt grote dingen. Excelsior is in mijn visie echt bezig. Sommige concurrenten, hè, want de verhoudingen zijn al veranderd, op lichtjaren achterstand te zetten. Als deze club redelijk vroeg weet dat ze erin blijven, kunnen ze weer een stap maken. Ook spannend kan ik me voorstellen, ik vraag het maar gelijk. Want ga je dan je salarisplafond fors omhoog brengen? Ga je van 3500 naar 5000 plekken in het stadion? Maar ook daar ligt iets moois volgens mij. Ja, wij zullen elk jaar wel ook het spelersbudget moeten laten vergroten als wij in de Eredivisie willen blijven. En dan helpt het wel als je vroegtijdig weet dat je in de Eredivisie speelt. Nou ja, op dit moment zijn we ook 2 jaar lang bijna elke wedstrijd uitverkocht. Ook zakelijk, ondanks de uitbreiding, kunnen we eigenlijk alweer een nieuwe uitbreiding aan. Dus wij zijn daar wel serieus naar aan het kijken om dat weer groter te maken. Alleen wel verantwoord. Ja, we hebben in het oosten van het land ook gezien hoe je te snel kan groeien. Ja. Ja, bij Twente, maar je hebt in het oosten van het land ook gezien, daar zijn jullie volgens mij geweest, dat je bij Heracles ook, als je een beetje een geleidelijke groei doormaakt, tot veel meer in staat kan zijn dan in eerste instantie leek. Ja, zeker, ja, we zijn vorig jaar met de founders van de nieuwe ruimte naar Schalke, Bayern München geweest, een nachtje blijven slapen. Toen Heracles Excelsior, dat is een heel nieuw stadion, ja, daar zeg ik wel eerlijk, heb ik wel mijn ogen uitgekeken. Fantastisch mooie businessruimte, heel mooi nieuw stadion waar iedereen door elkaar kan lopen ook en... Ja, wel, misschien wel een voorbeeld voor ons ook. Gaan jullie die hoeken in elk geval dichtbouwen? Nou, daar zijn we wel nu naar aan het kijken. Hè. En dat is natuurlijk, je praat niet over 100 euro. Dus dat zal wel ook een investering moeten zijn weer die zichzelf terug kan verdienen. Alleen dat moet wel de volgende stap zijn. Ja. En kan je dan ook nog een stukje erop zetten? Ja, dat hebben ze bij Heracles gedaan, toch? Ja, dat vind ik nu een stap te ver. Ik bedoel, je moet altijd dromen, maar laten we eerst maar beginnen met gewoon normaal kijken of we het stadion aan de zijkanten dicht kunnen bouwen. Jij weet precies die toekomstplannen, hè, bij Excelsior. Maar nou, ik weet niet alles, Frank. Ik denk wel eens logisch na, maar ik weet niet door deze man bijgepraat, helaas. Zou ik graag een keer willen. Maar ik vind het wel echt de juiste weg. Want je kunt wel een visie presenteren en er hard over roepen. Bij Sparta riepen ze een aantal jaren geleden, dat zeg ik niet om ze te denigreren. Integendeel, want die club gaat ook gewoon promoveren. Hartstikke mooi, ook die er weer bij. Ja, we willen structureel linker rijtje Eredivisie. Dat kun je misschien wel willen, maar doe het met tussenstapjes. Natuurlijk willen ze van 3500 naar 5000 plekken. Met die hoeken gaat het ook lukken. En dan is er misschien nog wel een plan, kan ik me voorstellen, nog verder, 2020 of zo. Maar heeft hij nog nooit openkaart met me overgespeeld, helaas. Kan dat hier misschien, Wout? Nee, nogmaals, ik denk de weg die jij net schetst, dat goed is. Hè. Stapje voor stapje rustig aan en vooral reële stappen maken. En het heeft inderdaad geen nut om te zeggen dat je structureel in het linkerrijtje moet voetballen of Europees voetbal moet halen. Dat vind ik ook helemaal niet reëel. Maar structureel in de Eredivisie, want dan kom ik nog een keer terug op een club als Heracles. Ja. Blijven jullie nou een uiterst verdienstelijke heen en weer club? 7 seizoenen Eredivisie, de laatste 14 jaar. Ja. Of is er toch gewoon, ligt er een heel duidelijk plan richting gewoon elk jaar Eredivisie spelen? We gaan dat wel proberen. Alleen ook daarin moet je wel reëel blijven. We hebben nu een begroting van 5 miljoen. Dat is nog steeds de laagste van de Eredivisie. Als je structureel in de Eredivisie wil spelen, ja, dan moet je meer inkomsten gaan halen. En je kan een begroting van 20 miljoen neerzetten, maar als je kosten net zo hard stijgen, dan heeft dat niet zoveel nut. Alleen op dit moment is het zo dat wij gelukkig onze zaakjes goed voor elkaar hebben en dat er een aantal clubs nu onder ons staan die daar wat meer problemen mee hebben. En zo kunnen wij nu in de Eredivisie spelen. En hoe langer we dat vol kunnen houden, hoe meer inkomsten we kunnen halen. En als je dat dan goed investeert, ja, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we... De tijd dat Rob nog trainer was, wat hij vast wel eens een keer heeft gezegd, dat we wat langer dan 2 of 3 jaar. Dat we langer dan 2 jaar in de Eredivisie kunnen zijn. Maar hij vindt dat gek dat je daarover praat. Dat is geweldig, Rob. Dat is een wereldprestatie, joh. Ja, absoluut. Zeg het eens, Rob. Nee, ja, zeker waar. Wouter, waarom heb jij nee gezegd tegen het aanbod van ADO Den Haag om algemeen directeur te worden? Daar was ik wel vereerd over. Dat is natuurlijk wel een grote stap vooruit. Alleen, ik zit nu in een functie waarin ik mij nog door kan ontwikkelen. Bij ADO was dat een stap vooruit. Alleen de structuur die daar stond, er moest heel veel gebeuren. Er was geen technisch directeur, dus ook eigenlijk niet echt een technisch idee. Commercieel liepen ze ver achter. Voorlopig was het een eenkoppige directie met natuurlijk een eigenaar uit een ander land. En ik had niet het gevoel dat je daar als directeur de tijd kreeg om ook wat neer te zetten. Dat heb ik ook afgelopen
veilig in de krant aangeven. Bij Feyenoord hebben ze gelukkig zijn ze lang achter de directie blijven staan. En zijn er wel vruchten geplukt van het beleid. En ik vond dat een groot risico. En dan kan je misschien een hele mooie stap maken. En dan zit je een jaar later thuis. En daarvoor heb ik het gewoon veel te goed bij Excelsior. Ja. En dat ga ik echt niet doen. En het aanbod van AZ, van Robert Eenhoorn? Nee, daar heb ik helemaal niks van gehoord. Die is erg gecharmeerd van hem. Heeft Robert mij een paar keer verteld. Die is groot fan van jou. Ja, dat is leuk om te horen. Robert is een visionair, vind ik, in de sport. Dat meen ik oprecht. En je kon ook naar Sparta? Ja, dat is wel een is dat heel serieus geweest? Ja, daar heb ik ook in de tijd met Vloed toen wel ook over gesproken. En we gelijk de reden waarom hij niet ging? Ja. Nee, niet zo. Ja, dat vond ik niet echt een stap vooruit. Nee, ja. Daar kan ik niks anders van maken. Nee. Sparta gaat die stap vooruit waarschijnlijk wel maken. Die Alfons moet ze er weer in houden. Daar gaat het weer over. Alleen maar daarover. Alfons is eindverantwoordelijk voor het ploegie, voor het clubpie. Die moet gewoon in blijven. Ja. Als hij zo door blijft gaan, en hij heeft het zo langzamerhand doorgekregen bij wat voor club dat hij werkt en met wat voor mensen die werkt. Ja. En hij kan zijn gang gaan en hij kan niks moet, alles mag. Hij gaat nog een paar. Iedereen heeft altijd aan het begin van het seizoen, die het allemaal zo goed weten. Dus maandag samen zitten er daar ook een paar bij op die televisie. Die weten het bij allemaal Kees zo Jansma. Goed. Ja, en ook bij die anderen. Bij Football Insight. Dat Excelsior degradeert. Oh, eerst Excelsior degradeert. Ik nooit Excelsior degradeert niet. Als er maar een trainer is die weet bij wat voor club die werkt en wat hij daar moet doen. En hoe die moet spelen. Daar gaat het over. Dat heeft wel een tijdje gekost van aanpassingen. Ja, wij hebben de eerste maand, misschien de eerste 5 wedstrijden, niet goed gevoetbald. Hè. We bleven. Denk ik. Hè. Die jongens waren 1,5 jaar, 2 jaar vertrouwd aan het systeem wat met Jondal Thomasson en Marinus is ingeslepen. De zogenoemde zoneverdediging. Dat was ook niet echt het idee waar Alfons echt achter stond. En vooral na de wedstrijd tegen Zwolle en Ajax heeft hij echt daadwerkelijk gezegd, oké, we gaan het nu anders doen. We gaan uit die zone stappen, we gaan meer man op man verdedigen. En we moeten ook zelf meer aan de bal gaan doen. Ik vind dat hij dat fantastisch heeft gedaan. Want daarna zijn we bijna alle wedstrijden in ieder geval goed gaan voetballen. Maar ook hebben heel veel punten gepakt. Rob heeft het over het specifieke karakter van trainer zijn bij Excelsior. Als ik nou nog even terugkijk, hè, Pastoor, Thomasson, Dijkhuizen. Die hebben het bij jullie, in elk geval Pastoor en Dijkhuizen goed gedaan. Maar ja, Thomasson deed in elk geval zo dat hij een stap kon maken. Dat deden ze alle drie. En die trainen nou alle drie in de eerste divisie en jullie spelen Eredivisie. Ja. Wat zegt dat nou eigenlijk ook over jullie? Nou, ik denk wel, zonder ons nou heel erg op de borst te kloppen, dat we het nu wel gewoon goed voor elkaar hebben. Ik bedoel, die mensen hebben allemaal toen een keuze gemaakt en zijn ook allemaal een stap hoger in eerste instantie gegaan. Alleen ja, dat is helaas weer niet uitgepakt zoals ze misschien hadden gehoopt. En voor ons alleen maar mooie. Wij kunnen een heel mooi rijtje met de trainers inderdaad van de laatste jaren opnoemen die een mooie stap hebben gemaakt. En met spelers inmiddels ook. En ja, dat is eigenlijk ook een beetje de functie van Excelsior. Sparta had ook een mooi weekend erop. Ja. Won zelf met 2-1 van Helmond Sport. Ja, prima. Concurrentie verloor. Nou, dan is na afloop natuurlijk altijd de vraag naar het kampioenschap. Ook aan Thomas Verhaar. Maar ja, ook volgens Thomas, Parijs is nog wel ver. Natuurlijk al heel vaak gezegd, het is super vroeg in het seizoen. Dus de achterstand of de voorsprong die je nu creëert, dat is lekker. Maar je gaat jezelf nu nog niet naar het kampioenschap schieten. Dat gaat over een hoop meer wedstrijden gebeuren. Nu bewijs jij vanavond weer jouw belang, hè, voor deze ploeg. Je bent de topscorer, je maakt weer de 2 doelpunten. En iedereen zit toch nog steeds een beetje met die vrees. Wat als hij ons in de winterstop verlaat? Kun je de mensen geruststellen, Thomas? Nou, dit is niet de bedoeling dat ik hier wegga. En ik denk dat ik in het verleden ook wel heb laten zien dat als ik ergens zit waar ik het naar mijn zin heb. En als ik ergens zit waar veel progressie geboekt wordt en waar veel te halen is. Dat ik daar nog graag wil blijven. En zo sta ik er nu ook in. Al moet je er natuurlijk wel bij aantekenen dat ik nu in de betaalde voetbal speel. Dus dat daar af en toe wat andere dingen gebeuren. Al acht ik de kans dat ik Sparta verlaat vrij klein. Dan hebben we het, om specifiek te zijn, over een vertrek in de winterstop in dit geval. Jij vertelt niet nu dat je hier sowieso langer blijft. Nee, dat ga ik nu hier niet vertellen. Ik bedoel, dat heb ik al vaker gezegd. Over mijn contractverlening wordt gesproken. En op het moment dat daar duidelijkheid over is, dan zal dat naar buiten komen. Ik ben inderdaad niet van plan om Sparta aan de winterstop te verlaten, maar dan geldt weer hetzelfde verhaal als wat ik net zei. Er was iemand op Facebook die mij vroeg, laat jij Rob Jacobs nou nog één keer uitleggen dat Sparta een ploeg moet bouwen rondom Verhaar heen? Nou, niet alleen. Ja, Verhaar natuurlijk is een hele belangrijke jongen geweest die, uh,
Dat ziet die trainer nu ook, dat het een hele belangrijke is. Maar het gaat er vooral om dat ze verdedigend... Het begint met de keeper en dan die verdediging. Die liet nogal eens wat steekjes vallen in het kader van omschakelen en op snelheid verslagen worden. Ja. Daar staat er eentje, als die draait en dan gaan de lichten aan gelijk. Breien. Ja, dat duurt allemaal veel te lang. Dus daar moet allemaal verbetering in zijn en dat kan hij niet alleen. Maar als dat dan beter gaat worden en ze gaan daarin geloven en dus doen een heleboel jonge jongens mee weer... dan kan daar iets moois uit ontstaan. Maar ze zijn er nog niet. Je hoort wel op het kasteel termen die we heel lang niet meer gehoord hebben... als solide, stabiel. Ja, dat is absoluut zo. En ik geloof dat Pastoor de man is om dat proces te voltooien. Gebruik het woord proces, gebruikt hij ook vaak. Maar dat is natuurlijk wel zo. Ik geloof echt dat Pastoor deze klus kan klaren. Alleen dan blijft die vraag, hè, heb ik vrijdag ook gezegd... is er dan genoeg fundament om niet eenmalig die stap te maken... maar echt wat op te mouwen met elkaar? Dat blijft spannend, vind ik. Maar er is eenmaal die het kan, dat is Pastoor. Alleen je ziet wel, wie zat er vrijdag hier? Niet kapot, maar... Ja, ik kijk nooit vrijdags. Ja, kijk nee hoor, Mico Schouwkruis had hier... Ja, tegen... Mooie man dit, zeg. We zijn een eenheid bij het ruimte. Nou ja. Nee, maar tegen NEC in de beker, tegen Excelsior pas in de RET Cup. Ja, zie je dat het gat heel groot is. Maar het zou goed genoeg kunnen zijn om nu die stap te maken. Het zou echt heel mooi zijn. Marinus Dijkhuis is eigenlijk degene die dat kampioenschap nog kan verijdelen. Ja, maar ja, die verliezen afgelopen vrijdag weer van RKC. Daar was hij ziek van, hè? Heb je hem nog gesproken gisteren? Ja, gisteren, ja. En als je kijkt dat Sparta inderdaad stabiel is, al de thuiswedstrijden gewonnen volgens mij. En uitwedstrijden laten ze heel weinig steekjes vallen. Ik vond inderdaad wel, dan vind ik de wedstrijd zelfs geen goede referentie. Het was een oefenwedstrijd, maar de wedstrijd tegen NEC was het krachtverschil groot. Maar ja, NEC is wel de nummer 6 van de Eredivisie. Ja, ja. Dus ja, het ziet er gewoon niet goed uit. Mooi hoor. Heb je gewoon 3 clubs in Rotterdam maken op het hoogste niveau? Ja, dat is echt. Is dat belangrijk? Nou, ik zou als burgemeester van Sportstad zou ik daar dol en dol gelukkig Ja, maar ik worden. Bedoel, ben jij nou blij als Sparta op eredivisie niveau speelt... omdat je dan het geheel opkrikt? Of zeg je, ja, we vissen toch allemaal een beetje in dezelfde vijver? Nee, ik vind dat wij daar commercieel allemaal geen last van hebben. En ik denk dat het alleen maar goed is, want dan krijg je zo'n wedstrijd als gisteren... leeft toch ook enorm bij ons. En dan krijg je nog een keer een Rotterdamse derby erbij. Ik bedoel, voor ons zou het niet goed zijn als wij zouden degraderen... en Sparta zou promoveren. Ik bedoel, dan gaat de aandacht... vooral hè, in de media en verder eromheen van het publiek. Ja, die zal eerder daar naartoe uitgaan, logisch, want die spelen op een hoger niveau. Maar ja, het is toch geweldig als je met 3 Rotterdamse clubs in de Eredivisie kan spelen. Ja. Voor ons ook. Dordt won 4-1 bij Jong PSV. Ja, Harry van der Ham bracht 2 wissels in. Die scoorde allebei met een eerste balcontact. Ja, maar die Harry van der Ham is gewoon een toptrainer. Dat meen ik ook echt. Als die met deze groep, met al van probleemgevallen, als die... De play-offs zou halen voor promotie naar het hoogste niveau. Dat gaat niet gebeuren, dat promoveren. Maar als hij überhaupt de play-offs haalt, levert hij binnen de mogelijkheden van Dordt echt een topprestatie. Even heel kort, Rob, Feyenoord nu, Heracles, Groningen, NEC. Hoeveel punten? Ja, volle bak. Oh. Een volle bak, moet alles winnen. Nou, gaan we dat zien. Jij heel veel succes met Excelsior en alles wat daaromheen zit. Morgenavond hebben wij in Sportclub Rijnmond nog een special over Michiel Kramer. En hartstikke mooi dat hij net die avond 3 keer scoorde. En we zijn op de radio morgenavond. Jij niet, geloof ik? Jawel, volgens mij. Ik ga naar Dordt Almere. Hartstikke leuk. Zo. Avondje Krommendijk. Nou, en dat is de ene wedstrijd. En die andere wedstrijd wordt in Amsterdam gespeeld. Jong Ajax tegen Sparta. Mannen, bedankt. En jullie bedankt. Jullie waren een fantastisch publiek. Dag. Helemaal zelf, man. Kuleren, daar staat hij. Laat even zien die bal. Daar is de bal, hoor. Ja, die krijg je dan. Die krijg je dan. Dat is je eerste bal. Eerste bal voor een hat-trick. Wauw. Ja, en maar, die eerste bal. Was dat een bewuste? Ja, was geen bewuste. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Van Leeuwen Services, 4C's Shipping and Forwarding, Yordex Shipping and Forwarding en Brasserie de Rotterdammer.